Hey allemaal! Welkom bij Drumsticks and Scissors. Dit is een volledig nieuw kanaal op YouTube en graag stellen wij ons eventjes voor aan jullie. Ik ben Nina, ik ben 18. Misschien kennen jullie mij al van mijn andere YouTube kanaals, die zijn in het Engels, Mind Gaming of J-Drums. Als vaste job ben ik schilder en in het weekend doe ik nog in een restaurant. Ik ben Kiani, ik ben 23. Fulltime werk ik als kapster, ik ben ook de zus van. En in mijn vrije tijd hou ik me ook graag bezig met mijn blog. Zoals ik al zei, ik heb al twee andere channels, Mindgaming en J-Drums. On Mindgaming doe ik nog niet zo lang. Daar doe ik vooral let's plays, video's van games. En op de J-Drums channel doe ik vooral covers van liedjes. En that's it. En op een dag vroeg hij mijn hulp voor een let's play video van The Sims 4, omdat ik dat ook wel graag speel. Maar zijn kanaal is helemaal in het Engels en ik had er nogal veel moeite mee om zo deftig Engels te kunnen spreken. En zo kwam ik op het idee om te beginnen met een Nederlandstalige YouTube kanaal. En zo ontstond Drumsticks and Scissors. En moest je het nog niet doorhebben, Drumsticks is ik die drumt. En dit is de kapste. Onze twee passies. De merendeel van de video's die online zullen komen op dit kanaal, zullen we waarschijnlijk wel samen doen. Zo zullen er vooral veel challenges, tags en ook wel eens een vlog online komen. Yuna zou dan weer graag een beetje kookprogramma's op zich nemen, omdat hij eigenlijk ook kok is. Dus hij kan ook wel heel goed koken. En ik neem dan weer een beetje de meisjesachtige dingen voor mijn rekening. DIY's, shoplos, favorieten van de maand, noem maar op. Van alles een beetje. En er zullen ook lifehacks tussen zitten. De eerste video die we zullen maken is de most likely to tag. De reden dat we dat doen is zodat jullie ons beter zullen leren kennen. Ja. Deze video zal online komen op 1 november. Dan gaan we van start met het kanaal. Dus als jullie de eerste video zeker willen zien, dan moeten jullie gewoon abonneren en dan zijn jullie sowieso op de hoogte van onze eerste video en natuurlijk van de rest die nog zullen volgen. Dus we hopen dat we jullie zullen terugzien op onze eerste video. Tot dan! Salut!